Fijn begin van de dag zo. Ja. Ik ga gelijk even iets doen wat ik echt al heel, heel, heel lang wil doen. Zo, heeft iets ontdekt. Het is weer maandag. Tweede week school na de lockdown en de laatste week alweer voor de schoolvakantie. Mama, kom met mij. En Mila is er ook gezellig al. Zij is nog aan het ontbijten. En wat wilde jij? Een groepsknuffel met een groepsknuffel. Nou, kom ik tussen. De meisjesknuffel dan. Knuffelen, knuffelen, knuffelen. Ah, fijn begin van de dag zo. Ja. Meisje op school. Ik was naar school aan het lopen. En echt, laatste stuk ging het zo hard regenen. Maar ik moet niet zeggen, ik ben al lang blij dat het niet meer zo extreem koud is. Want zelfs zonder alle schoenen hebben met zo'n sjaal. Heb ik het niet eens echt koud. Deze vier. Ik hang altijd mijn jas in de woonkamer op als die zo nat is. Want dan droogt hij gewoon zoveel sneller. Nu ga ik in ieder geval even lekker thee zetten. En nog even een ontbijtje maken. Ik denk dat ik even brood ga roosteren. En, het is gewoon nog warm. Ja, dat ga ik doen. En dan, even flink de stofzuiger er doorheen halen. Dan wordt het wel weer tijd voor. Dat heb ik gisteren niet gedaan. En dan, even kijken wat zijn we nog gaan doen. Ik ga gelijk even iets doen wat ik echt al heel, heel, heel lang wil doen. Ik heb van die hele kleine gekleurde lampjes gehaald. En die wilde ik in de slaapkamer. Boven het bed. Dan niet dat we heel veel in bed zitten, maar dan kunnen we het wat gezelliger maken. Even kom ik ook terug, ja. Ik denk dat is leuk. En er zit zelfs een afstandsbediening bij, dat je de kleurtjes kan instellen. Kijk, ik heb batterijen. Oh, er moeten 3 batterijen in. Nee, ik heb er 2. Dus ik moet nog even beneden een extra batterij gaan pakken. Oké, 3e batterij. En dan, oh, kijk, wat grappig. Hij doet het gelijk. Ik weet alleen niet of hier ook een batterij moet, zit ik met te denken. Dan blijf ik natuurlijk heen en weer gaan. Ik denk het niet. Release. On. Of. Oh, zie jij, luistert. Oh, er zit ook een timer op. En iets. Er staan muzieknootjes bij, maar volgens mij zit er geen muziek in. Je kan allemaal kleurtjes en zo. En je kan hem dimmen. En feller maken. Pakt hij dat op beeld? Zo, zo. Daar word je helemaal gek van. Maar je zou hem toch ook wel gewoon stabiel moeten kunnen krijgen. Ik ga ze even neerleggen. Donkerder maken. Het is wel heel schattig. Kijk, al die lampjes en kleurtjes. En dan kan ik hem dus met de afstand vind ik ook heel fel maken. Al mijn beeld wil niet heel scherp stellen, zie ik. Maar oh, dit vind ik echt gezellig. Wat leuk. Het is alweer tijd om die meiden op te halen. En ik kan eindelijk een andere jas een keer aan. Want in ieder geval, ik kon wel een andere jas aan, maar deze is zo warm dat ik geen andere jas aan wilde. Ik heb trouwens deze blouse aan van Envy. En weer zo'n Levi's Mal High. Maar goed, ik wilde alleen maar die andere jas aan. Want die is warmer dan allemaal andere jassen bij elkaar, geloof ik.
Maar voor nu kan deze gewoon weer. Dus ik ga de meiden ophalen uit school en dan gaan ze even lekker lunchen gezellig. Oh, het is echt zo'n natte glibbermassa. Het is echt glad. Maar door de regen, waardoor het zo glad is, moet ik zeggen, gaat de sneeuw wel echt super snel weg. Doen jullie aan social distancing? Ik ga wat zeggen en dan moet ik Sarah, je eten is hier. Nee. Ik wil later 1000 kinderen. Oh, wauw. Ik hè? Jij. Nou, geloof me, na 1 bevalling hebben we het er nog een keertje over. En nu ga ik even lekker noedels lunchen. Zo, en ik ben uit school nu. Het was super leuk, gezellig. Gaan we even lekker boodschapje doen, hè? Ja. Ja. Daar heb ik echt zin in. Heb je daar zo zin in? Ja. Yeah. Okay. Zet gewoon naar buiten, als het ware, terwijl ik aan het vloggen ben. Zij heeft iets ontdekt. Er zit een lieve heersbeestje in het ijs hier. Zo zijn vroeger ook dingen bewaard gebleven. Snap je dat? Ja. Bijzonder eigenlijk, hè? Ja, en ik wil eigenlijk dat hij veilig bij de boom staat. Ja, maar schat, hij is al overleden hoor, na al die tijd in het ijs. We zijn weer thuis. Allee, Sarah, die is gelijk weer gaan kijken of Mila thuis is. Boodschapjes zijn binnen. Hier komt een stekswagen bij die mouw. Moet allemaal mee. Ik wil even deze hier neerzetten. Kan ik opruimen. Ze hebben wat dingetjes afgerekend, dus ik heb allemaal los geld. Nog even opruimen. En ik kan gelijk weer gaan koken, want ik ga moussaka maken. En dat moet best lang in de oven, dus dat moet ik wel echt nu al gaan doen. Oh, hier schijnt de zon. Neem hem mee, daar kwam ze ook mee aan. Nou, misschien staat er nog wel iets lekkers in wat we kunnen maken. We gaan het zien. Sarah is gek op dit soort boekjes om het mee te nemen. Maar meestal niet om er daarna iets mee te doen. Superleuk. We hebben lekker moussaka gegeten. Hé, papa, lekker moussaka gegeten, hè? Ja, heerlijk. Ja. Net maar gelijk geëdit. Ik denk, dan heb ik dat gedaan. Geen uitstelgedrag vandaag. En ik heb een lekker stokbroodje in de oven gedaan. Die nu klaar. Oh, daar heb ik echt trek in. Al zit ik eigenlijk ook nog wel vol van het eten. Want dat was ook wel lekker. Best veel gegeten. Dus, maar goed. Ik had hier echt zo'n trek in. Misschien moet ik een deling met maken. Ik vraag of hij de helft wil. Maar ja, anderzijds eet ik ook altijd nog wel wissel. Het zijn geen hele grote stokbrood in ieder geval. Ze zijn een klein. Het zit een beetje tussen een pistolet en een stokbrood in. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Het is 11:15 en ik ga naar mijn bed. Echt. Ik ben echt trots op mezelf, maar goed. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei.